Hoe ik ervoor sta? Nou, dat is een goede vraag. Ik vind het lastig om nu te zeggen, omdat je niet echt een meetmoment of een moment hebt waarin je echt nu kan zien hoe je ervoor staat. We hebben straks een fietstest, dus dan kan je weer een beetje zien hoe je ervoor staat ten opzichte van je vorige fietstest. Maar ik voel me gewoon fit en de trainingen gaan goed en ik merk dat ik gewoon stappen maak, technisch en fysiek. Dus dat is het belangrijkste. Hoe ik terugkijk op de eerste trainingsperiode? Nou, ik kijk er best wel goed op terug. Ik heb gewoon echt een goede start gemaakt. Veel kunnen fietsen en in Mallorca hebben we 2 goede trainingsweken gehad. En ik nu op het ijs staan in Tielf, waar gewoon 6 weken ijs ligt, merk je ook dat je specifiek gewoon heel veel kan gaan verbeteren en stappen kan maken. En ik merk dat ik er gewoon beter voor sta dan vorig jaar deze periode. Of het seizoen anders is dan vorig seizoen? Niet heel erg. Ik wil ook gewoon dit jaar weer mezelf verbeteren en op alle vlakken beter worden. En dat was de afgelopen 3 seizoenen ook gewoon bij Team Disleys mijn doel. En dat is dit jaar ook gewoon een doel. En ik hoop gewoon mezelf inderdaad weer te kunnen verbeteren, een betere wedstrijd te rijden en stabieler het seizoen door te komen. En ja, er zijn altijd weer doelen in het seizoen zelf en die gaan zien wat het wordt. Of ik er mentaal anders voor sta, ik denk het wel. Ik heb ook mentaal gewoon weer stappen gemaakt ten opzichte van vorig jaar. En ik voel dat ik makkelijker en beter omga met dingen en dat ik daar ook gewoon stappen in maak. Of ik de Spelen nu al een beetje beleef, maar vind ik, je hoort het wel om je heen heel veel en mensen zijn er wel echt mee bezig. En ik zelf heb precies van ja, dat is nog ver van mijn bedshow. Ik moet eerst gewoon het OKT gewoon goed rijden en daar ligt vooral mijn doel om daar gewoon een stabiele race neer te zetten. Waar mensen mij kunnen volgen, nou, ze kunnen me vooral volgen via Instagram. Daar ben ik wel actief en verder via de Team Disleys pagina's overal, Facebook, Twitter.